Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag doe ik 100 dagen in hardcore. Nou, dit is niet echt hardcore per se, maar gewoon in de wereld. En als ik dood ga, dan moet ik al dus... Nou, ik heb 3 levens, zodat het niet zo lastig is. En dit is mijn tweede dag. Dus dat ik in dit wereld ben. Cool. En ik ga nou verder. Ook weer cool. Nog meer cool. En klaar. Nu ga ik weer naar beneden. Ik weet niet meer wat ik moet upgraden aan mijn huis. Per se. Zo, ik ga naar boven. Heb ik al een stack? Nee. Mijn huis is niet per se slecht. Voor hardcore, als je hardcore doet. Zo, door de helft heen, doe ik die daar en dit hier en dan kook voor mij maar dit en dan hier kook ik maar dit en dan kan ik dit wel eventjes met de ramen fixen. Dit is klaar. Ik heb eigenlijk nu meer zand. En dan, hoe kom ik hier naar boven überhaupt? Gewoon zo. Ja, oké. Haal ik daar zand eventjes. Dood. Ik kan hier ook wel hout hakken. Zo. Zo. Oh ja, je boven. Hier nog. En dat was hij. Oké. Ja, ik ga mijn brug afmaken. Ja, dit zijn al best veel. 6 of zo. Dit is wel genoeg voor mijn brug. Zo, en dan kan ik hier nog een keer glas doen. Als ik dat wil. Dan doe ik hier, pak ik dit. Ik ga wat kisten craften. 12. Ja, hier dan doe ik... Kut, ik ga bijna dood. Gewoon zo'n muur. Zo, en dan doe ik hier allemaal kisten. Je gaat eten. Zo. Zo. Zo, ik heb er nog 6. Nee, daar kom ik niet. Ik heb er nog 6. Eetjes. Uitlijnen. Zo. En nee, die wil ik nog glas hebben.
En dan doe ik de. Zo. Dan wordt dit glas. Ja, dan kan ik hier nog een kist passen. En dan, ik heb er nog 4. Moet ik er nog 3 hebben? Oké. En hier ga ik eten dus. Welke kan ik nu in mijn inventory houden? Deze, hier gaat fruit. Hier gaat vlees. Een kip kan ik in mijn inventory houden. Oké, hier gaat allemaal weapons. Dus zoals daar. Hier gaat allemaal random rotzooi. Dit. Cobblestone doe ik. Blocks doe ik daarin. Nou, die waar ik mee iets kan doen. Ik hou nog voor de zekerheid van kisten. Oh ja, ik heb eventjes dit nodig. Hier ga ik eventjes. Dan doe ik 4 sticks. Dan doe ik cobblestone. En dan maak ik eventjes dit. En dan doe ik voor de zekerheid dit. Oh. Ja, zo. Ik eet de kip op. Dan pak ik er hiervan. Hier van eentje. Die 2. Oké, en nou ga ik hier. Ik wil eigenlijk in die berg gaan. Oké. Ik een village. Een village? Die had ik niet eens gezien, dat village. Maar ik spande ook daar, jongens. En ik had dat niet gezien. Ik heb. Even kijken wat ze hier van anders hebben. Zo. Respawnpunt. Nee, dat wil ik echt niet. Hier. 2. Nee, dat hoef ik niet. Oké. Yes, eten. Zo heb ik ook wat seeds om mijn vader te maken. Hier. Dan is ergens anders nog de. En een room portal. Let's go. Drie farms, is dat niet een beetje veel voor een normaal village? Normaal hebben ze maar 2. Daar is nog één. 4 farms, dat kan niet. Zoveel zijn er nog. Nu heb ik zeker wel genoeg eten. Baby villager. Oké. Dit is dag 3. Hoe heeft een baby villager eigen huis? Is luxe. Oké, nu heb ik echt wat eten. Nu ga ik die hoornpoort looten. Ik heb al zoiets geleerd, je kan letterlijk van roerborrels gold farmen ofzo. Dat had ik een keer gedaan. Perfect, 1 obsidian en dan is de. Is het gemaakt. Jeetje. Oké. Dit ga ik ze zeker wel doen. Dit ook. Zo. Is wel handig gloed. Jongen, vuuraspect. Dat heb ik echt. Waarom lukt die villager zo rond? Ik heb nu wat bloks om de
iron golem te killen. Oké, waarom zijn die hier? Dus... hier, dat is goed. Vijf iron geven ze mij. Oh, dat is eigenlijk wel veel. Maar geven ze maar vier. En nou terug naar mijn base. Mijn base is letterlijk daar. Wacht. Mijn base is hier. Mijn base is daar, ja. Ja, dan moet ik daar nog zo'n heel brug bouwen. Dat is eigenlijk wel handig. Hey. Ik heb seeds voor jou. Kom mee, broertjes. Kom mee, chicken. Chicken. Ja, maar chicken. Chickens. Thank you. Any chickens that won't have and they want food? Those are my chickens. Come on, chicken. Oh, ik viel in mijn. Kom mee. Kom mee binnen. Nou, snel craften en twee deuren craften. Chicken, hey. Kom mee. Oh, baby chick. Yay. Kom mee. Iedereen naar binnen. Naar binnen. Yay. Ik heb een pet chickens. Hallo. Voor jou een. En zo krijg ik eventjes een paal. Moet ik niet maar stick hebben? Hoe kreft je zo'n hek en dan plaats ik die buiten. Buiten eentje, kom binnen. Hey. En hier twee. En dan kan ik ze vastmaken. Daar en jij daar. Zo, nu heb ik pet chickens. ik ga ze ook gewoon regelmatig eten geven. For you en for you. Ik kan nou wat brood craften. Joh, ik kan lataan. Ik ga denk ik beginnen met een dak. Ja, maar oké, de mensen, dat was hier voor dit video en ik hoop jullie abonneren en liken en later.